Een wedstrijd waar altijd wat extra spanning op zit in kampioenswedstrijd. Dat zijn zelden mooie wedstrijden. Maar voor de Amsterdammers stelt vandaag maar één resultaat. Bij een overwinning zijn ze normaal gesproken zeker van de titel. Gezien het verschil in doelsaldo met PSV. Dat normaliter in Zwolle niet meer te overbruggen is. Is Frank de Boer op weg naar zijn vijfde kampioenschap als trainer van Ajax. Daarmee zou hij Rinus Michels en Louis van Gaal passeren. El Jebli. El Jebli, dat is een gevaarlijk indraaiende bal, maar Sillissen attent. Lastig in te schatten misschien met de zon tegen. Corner. Verlengd, onbedoeld waarschijnlijk door Goudelje, teruggelegd. En Vermeij met de eerste kans van de wedstrijd. Milik, was dat wel of niet gevaarlijk spel? Milik heeft hem nu wel voor zijn linker, zou het kunnen proberen natuurlijk. En Younes buitenspel en dus gaat dit niet door. De vlag ging omhoog vanaf het moment dat die bal voor de voeten kwam van Amin Younes. Nou, Younes bij lange na niet, maar dan zou het hinderlijk buitenspel geweest moeten zijn van Klaassen. In de baan van het schot. Hier is Younes weer. Younes, nu in de langhoek en nu telt hij wel. Het is 1-0 voor Ajax. En weer die kleine dribbelaar die zo belangrijk is geweest de laatste maanden. Daar de directie van Ajax. Weer een belangrijke rol voor Younes. Twee keer een assist, een doelpunt vorige week tegen Twente. Zojuist dacht hij de score te hebben geopend. Maar nog geen 30 seconden later telt hij wel. Als je eigenlijk wel weet wat hij gaat doen. Maar het past precies. Vrije goal van Younes. Nu is het de Graafschap dat de eigen helft niet meer afkomt. Dijks. Dijks, Milik voor zijn tegenstander. En wat een reflex van Jurjes. Ajax halverwege de eerste helft. Dicht bij de 0-2. Milik met een uitstekende loopactie. En bijna was het 0-2. Milik. Klaassen op de rand van 16 meter gebied. Milik. Tjerny. Wat een kans op 2-0. Maar Tjerny, die de score nog opende tegen Twente, laat die kans liggen. Maar deze had er wel in gemogen. Veldman. Goudelje pikt op. Goudelje kan natuurlijk ook uithalen. En Jurjes nog met de hand. Lastige bal. Ook schop weer van Goudelje. En Jurjes met de reflex van heel dichtbij. De Graafschap wankelt. Maar valt nog niet om. Hier komt de Graafschap. Met Smeets en de gelijkmaker. Het is 1-1 op de Vijverberg. Ajax dringt aan. Maar Smeets met een droge schuiver voor de 1-1. En weer een wending in deze competitie. Want Ajax kan aan de bak. Aanval via de rechterkant. Kijk eens naar de ruimte bij Smeets. De voorzet is perfect en hij kan daar heerlijk tegenaan lopen. Zijn eerste in de Eredivisie. En wat een moment om die goal te maken. Maar is... De koppositie nu virtueel kwijt. Goudelje krijgt weer te maken met Smeets, maar draait zich er knap uit. Tjerny ligt op zijn uit aan de rechterkant. Goudelje gaat het zelf doen. Goudelje met een fraaie poging. 1 oprisping van de Graafschap in de tweede helft. Hij heeft deze middag op zijn kop gezet. En dus tussen hoop en vrees. Een opvallende wissel bij Ajax, want het nummer 9 gaat omhoog. Het is Milik, volgens mij niet geblesseerd, die eraf wordt gehaald door de Boer. En El Ghazi zijn vervanger. Daar is ook de hoekschop. Fischer, net uit balans. Serrero met de buitenkant, het is een afzwaaier. Vijverberg, het heeft geweldig veel kracht gekost. Fischer. Younes. Van der Hoorn, El Ghazi zijn voor de goal. En daar valt hij weer goed voor de Graafschap. En niet goed voor Ajax. Klaassen weer naar Younes. 1 man kwijt, 2 man kwijt. Younes, nog een keer Younes. Nog altijd, maar dan verslikt hij zich. Is het uitverdedigen van Smeets vol risico. En is het nu 3-1 met El Jebli, Smeets en Vermeij.
Is het Smeets die Ajax het das om gaat doen? Nee, want daar is Siddersen. En dus nog altijd die spanning. Een fysieke uitputtingsslag op de Vijverberg. Nog één keer alles en iedereen naar voren sturen. Met nog een halve minuut te gaan. Siddersen zal hem naar voren trappen. Naar voren. Iedereen, ook Veldman. Maar dan valt hij eigenlijk in het niets. En als El Jebri de bal binnenhoudt, lijkt het gedaan te zijn voor Ajax. El Jebri doet het heel rustig aan. Vermeij nog naar zijn rechter en de bal de tribune zit. Iedereen kijkt naar Kuipers. Vindt hij nog reden voor extra tijd, na de extra tijd? Het antwoord is nee, want daar is het laatste fluitsignaal van Kuipers. Een krankzinnige ontknoping van de Eredivisie van het seizoen 2015-2016.